Ik heb die sticker niet verdiend. Ik ben hem onwaardig. Jij hebt gewoon mijn vis vermoord, Farkel. Nee, niet jouw vis. Mijn vis. Jij bent niet de enige met de nieuwe Chelsea. De mijne gingen ook dood. Wat? Wanneer? Midden in de week. Alles ging prima op maandag en dinsdag. Op woensdag dacht ik, ik doe er in bad. Wat? Op donderdag. Wacht, wacht, in bad? Ik deed Chelsea in het vogelbadje. Volgens mij vond ze het echt heerlijk. Ik dacht niet na over de vogels op de telefoondraden. Voor ik het wist, zag ik de lucht niet eens meer. Wist je dat vissen kunnen gillen? Niet waar. Dan was ik het. Ik gil als een goudvis. Hoe dan ook, alle vogels vielen tegelijkertijd aan in een fascinerend vliegpatroon. Het was net een National Geographic special. Ik heb het gefilmd met mijn telefoon. En weet je, zo slim als ik ben, zou je denken dat ik mijn lesje wel geleerd zou hebben met Chelsea in het vogelbad. Maar de volgende deed ik in het waterbakje van de kat. Meen je niet? Maar goed, ik verving nieuwe Chelsea voor een andere Chelsea en ik ben naar school gegaan. Dus zoals je ziet heb ik niks te maken met de dood van jouw Chelsea. Dus de laatste Chelsea is helemaal niet Chelsea nummer 2. Ze is Chelsea nummer 4. 5. Hoe? Ik durfde je niet te vertellen over ons uitje naar de Empire State Building. We gingen helemaal naar boven. Ik zette er op de rand en toen zei ik iets naar achteren. En ze luisterde naar me. Dus, jullie gaan het me lastig maken? Als jij dat graag wil, knappert. Eva. Lucas. Ik. Oké, Lucas. Beken. Beken wat? Kleur. Wat betekent dat? Dat zegt de L-detective altijd. Dank je, Riley. Graag gedaan, knappert. Dus, ga je kleur bekennen? Ik heb niks te bekennen. Geef je over dan? Ik ben niet misselijk. Kom, laat die aap uit de mouw. Ik hou meer van schapen. Oh, ik ook. Vertel gewoon wat er gebeurd is. Je hebt vast toch niks te verbergen. Of wel? We gaan even terug naar de week van de 15e. Ik wil niet terug. Je noemt Chelsea mee naar huis, toch? Rechtstreeks naar huis. Nergens gestopt? Zo zou ik het niet noemen, nee. Hoe zou je het wel noemen? Ik noem dat een pauze. Dus een pauze. Oké, ik stopte. We hadden een honkbalwedstrijd tegen de Einstein Academie. Tickleman was de pitcher. Effectbal, Tickleman. Hun beste werper. Niemand raakte zijn worpen. Behalve jij dan. Behalve ik. En dat weet hij. Maar hij is trots, hè. Dus ik zeg, Tick, please. Ik zet Chelsea op een bankje, lekker chillen in de schaduw. Dus niet te veel effect, want je weet waar het heen gaat. Het bankje. Ja, het bankje. En waar gooit die flaprol mee? Effect. Effect. En waar vloog de bal heen, Lucas? Het was onmogelijk. Onmogelijk, zeg ik je. Chelsea ving mijn homerunbal. Met haar hoofd. Dat geluid van brekend glas krijg ik maar niet uit mijn hoofd. Ja, ik was bij die wedstrijd. Ik heb het allemaal gefilmd. Oh nee, rennen! Go, weer rennen! Oh, dit zijn heftige momenten, mensen. Je zwemt lekker op, geniet van een mooie wedstrijd en dan boom, dood! Ondertussen is Lucas Fryer over de thuisplaat en Quincy wint. Je bent gaan rennen? Ik moest wel, anders was ze gestorven voor niets. Maar ik had niets te maken met de dood van jouw Chelsea, Riley. Echt niet. Je bedoelt Chelsea nummer 6? 7. Mijn Chelsea had 2 hoofdjes. Mij kun je niet breken, Augie. Oh, jij knippert eerst. En waarom denk je dat? Ik ben een uil. Oké, ik heb er 7 gehad. Wat? Riley, het zijn vissen. Wij zijn kids. Wij zijn de natuurlijke vijand van vissen. En de inkomstenbron van viswinkel Phil die dik aan ons verdient. Hoezo dik verdienen, Maya? Ze kosten maar $1. Hij verkoopt ze aan ieder kind op elke school in elke klas in heel New York City. Reken maar uit, want ik kan niet rekenen. Wauw. Phil de visserman. Profiteren van de ellende van de klassenhuisdierbusiness. Riley, ik weet dat je het moeilijk vindt, maar Chelsea heeft niemand overleefd. Iedereen in onze klas kocht een nieuwe. Ik kan dit niet zomaar aannemen. Ik ken mijn klasgenoten. En ze zijn een liefdevolle en zorgzame groep kinderen met veel waardering voor levende natuur. Zelfs in de kleinste, vinnige vormen. Oké.